Poshmark. Hallo mensen en welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een Black Ops 3 funny moments, special moments, glitchy moments, cool moments. Ik weet niet hoe je het nog meer wil noemen, moments. Waarschijnlijk wordt hij gecopyright binnenkort door nog iets pro's. In deze video ga ik gewoon al mijn dingetjes die ik eigenlijk gedaan heb in Black Ops 3, waarvan ik dacht, what the fuck gebeurt hier? Of gewoon echt, hoe kan dit? Heb ik achter elkaar gepleurd. Ik heb ze uit Game DVR gehaald. Dus ik kan niet mijn live reaction erop geven. Maar ik geef nu gewoon mijn reactie wat ik er nu nog steeds van vind. Van, what the fuck gebeurt hier bijvoorbeeld? De eerste clip is een zombies clip. Ik join hier, join ik mijn teammates. En op een of andere manier kom ik in een raarachtige glitch. Nu zie je al dat het een beetje apart is. Ik zit in 0 players. Ik kan maar 2 dingetjes kiezen. En dat soort shit allemaal. Het beeld is ook compleet zwart. En dan opeens uit het niets begint er een glitch. En dan zombie mode transit. Links onderin. En ik glitch weer verder. Ik denk dat het een afkorting moet zijn of zo van Shadows of Evil of zo voor de gamecode. Maar ik heb echt geen idee wat dit is, misschien een teaser, dat soort shit allemaal. Dus het kan best cool zijn. Ik heb nu een clip van zombies. Ik speel op de map. Hoe heet het? Clear the map ook weer. Shadows of Evil. En ik zit gewoon in dit gebouwtje. Zit ik mijn eitje voor mijn zwaarden zit ik bij elkaar te verhalen. En opeens wordt het gigantisch druk. Pak mijn special weapon erbij. En de zombies blijven maar komen. De zombiespelers zullen dit denk ik wel kennen, maar voor mij is het echt, what the fuck gebeurt hier? Mijn eitje is eigenlijk gelijk al klaar, ik ben weg en er blijven maar zombies komen. Ik heb maar 1 kogel in dat ding, daar redt me, Windows Vine redt me, ik kom er niet weg. Wordt overal geblokt en dan opeens wordt het opeens rustig. Ik ben steeds aan het sprayen met die special weapon en ik ben weg. Helemaal geen zombie meer te bekennen en ik ben gewoon weg. Nu heb ik een clip, dit vind ik eigenlijk nog mijn meest rare glitch. Dit is eigenlijk de eerste glitch. Ik zit hier onder de care package van Leek en bam. Onder de map en dood. What the fuck? Hoe the fuck? Lag nog even op het eind. Dit is een clip waarvan ik eigenlijk niet zeker weet of het echt een glitch, hack-achtig iets. Mooie lag van Black Ops 3 er even tussendoor. Achtig iets is, maar toen ik dit aan het doen was, zat ik echt van, hoe kan dit, what the fuck gebeurt er allemaal? Maar zoals jullie kunnen zien, linksboven op de map zie je dat er een speler hier ergens op de map moet zijn. Ik denk dat hij onder dat blauwe ding zat, ik wist niet dat je daar moest komen, kon komen. Alleen, hoe kan die speler zo lang daar onderin blijven? Dat moet toch, na een tijdje moet je die boost opnieuw maken, opnieuw krijgen en dan blijft het ook gewoon best wel stilstaan. Hoe kan dat? Ik zat echt van, what the fuck, er is iemand die is onzichtbaar en die zit gewoon om me heen te springen en shit. Maar dat was een beetje deze clip, echt een beetje apart. Het kan best zijn dat het gewoon normaal is. Hier heb ik een Cerberus clip. In deze clip ga ik echt beef met mijn Cerberus, maar eigenlijk nog het meest what the fuck gebeuren van deze clip komt eigenlijk later. Ik zit hier gewoon op een nieuwe kamer met mijn Cerberus. Super blij dat ik hem gehaald heb en een beetje te biesten. Maar zometeen komt er opeens uit het niets. Er komt gewoon iemand langs rennen. En de hitbox van die persoon slaat compleet nergens op. Daar zag je hem. Hij zat echt gewoon gigantisch boven zijn hoofd. Ik raak hem ook eigenlijk. Alleen op een of andere manier registreren al die kogels niet. Black Ops 3 stijl. Echt, what the fuck. En hier begin ik gewoon echt als een gek al die enemies neer te sprayen. Ja, de map uit de spawn proberen te komen. Dit is eigenlijk ook een van mijn beste Cerberus feeds ooit. Maar ja, die slide vond het echt van, ja, dit moet hierin komen. Dit is nog een best wel aparte glitch. Dit is namelijk, ik zit gewoon op deze map. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar ik zit gewoon met mijn XM53 samen met Daniel te spelen. En ik schiet een kogel, schiet ik door de muur heen. Nou, ik schiet een kogel naar de muur omdat ik een enemy wou killen, die zat daar. En op een of andere manier schiet die kogel dwars door de muur heen, zonder problemen. Ik ben er zelfs later ben ik er nog terug naar gegaan om te kijken of er misschien een easter egg-achtig iets zat achter die muur. Alleen,
Ik had het later ook met mijn XM350 weer opgeschoten in een private match. En ik kon eigenlijk niks vinden. Het knalde gewoon normaal tegen de muur aan. En er gebeurde eigenlijk niks. Dus ik denk dat dit gewoon een glitch is van de game zelf. Gewoon van dat moment. Hier hebben we het nog een keer. Hij schiet dwars door de muur heen. Hoe? Schiet er nog een keer zo meteen dwars door de muur heen. Het is echt... Dit vind ik ook wel echt heel apart. Gewoon dat het kan. Ik dacht eerst echt van ja, hier moet iets achter zitten. Dit kan niet normaal zijn. Mooi door de muur heen. Daar staat Daniel en die zit van... Wat? Maar ja, en toen was het potje afgelopen. Dus ik kon niet meer doodgaan om nog een keer te kijken of het nog een keer door de muur heen ging. Maar op zich echt wel een heel apart clip. Dit is echt een beast mode clip van mij eigenlijk. Die echt heel stom eigenlijk. Ik maak daar een mooi XM53 kill. Nu met een submachine gun met een razorback. Nog een killetje. Pak die vent daarachter. Pak ik hem ook nog eens op. En draai hem om in een 360 180 achter iets. Kill nog iemand. Nog een 180. En flik van de map af. Ja. Godverdomme. Dat is echt... Of wat, kon ik doorgaan, ze bleven er spawnen en shit, maar nee, zo gaat het natuurlijk helemaal niet. We komen nu een beetje bij het einde van al mijn clips. Dit is een clip van dat ik op de map Fringe zit en een soort, hoe heet dat ding, zo'n bal van de ontploffing ding, ik weet niet meer precies hoe dat ding heet, die uit de lucht komt vallen, die fucking underpowered is, die zit gewoon naast de map te rollen. Maar ja, dat kan natuurlijk allemaal in deze geweldige game. Nu komen we eigenlijk bij mijn allerlaatste clip. En deze clip is echt waar ik de hoop in Black Ops 3 verloren heb. Dit is echt zo fucking dom. Ik zit hier op de map Nuketown met Sven op een long game. En Sven die heeft Purifier de Tempest aanstaan. En op een of andere rare glitchy manier heeft hij opeens een gravity spike. Echt, what the fuck gebeurt er allemaal? Hoe en wat. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Doei.